Stel voor dat iemand uitvindt een batterij waardoor je elektriciteit echt fantastisch op kunt slaan. Ja, dat is een fantastische uitvinding natuurlijk. Mm. Omdat we steeds tegen het probleem oplopen, dat begint al in de 19e eeuw, dat een heel veel boel van die experimenteerders met die motortjes in de eerste helft van de 19e eeuw, die liepen tegen het probleem aan dat batterijen onbetaalbaar duur waren. Dus niemand was geïnteresseerd in een motortje waardoor een batterij werd aangedreven. Het Van Rossem, kunt u mij horen? Heb je de uitvinder er nog bij gepakt? Deze week? De uitvinder is er ook bij, ja zeker. We gaan ons met een uitvinder bezighouden. Eerst even een slokje. En dan vertel ik ondertussen dat we een paar weken geleden begonnen zijn met dit idee om toonaangevende, spraakmakende uitvinders, belangrijke uitvinders, om die een podium te geven in deze podcast. En dat bracht ons een paar weken geleden in Italië, want we hadden het toen over de uitvinder van de stoommachine. Klein stukje nog uit die podcast. Die had een kolom water, een grote kolom water. Die had hij helemaal gevuld van water, met water van top tot om. Daarna had hij hem omgekeerd en had hij de onderkant opengemaakt en in een bad water gezet. En wat gebeurt er dan? Dat een deel van het water in die buis, dat stroomt naar buiten en komt in die bak met water terecht. Maar lang niet alles. Er beslijpt namelijk een kolom water staan van een meter of 9, 10 hoog. En hoe komt dat? Dat is de luchtdruk. De luchtdruk is zodanig op laten we zeggen, niet dat je bovenop een hele hoge berg zit, maar laten we zeggen, gewoon op de grond zit, is de luchtdruk zo groot dat je een kolom water van een meter of 9, die blijft staan door de luchtdruk. En dan komt ook daarna iemand op het idee, nou ja, dat water, dat is wel verdomd onhandig, want het is 9 meter. Kun je dat niet beter met kwik doen? Dat is Torricelli. En ook bij dat kwik, maar dat is veel zwaarder dan water natuurlijk, maar ook daar zie je dat er een kolom kwik blijft staan. En sterker nog, tenslotte zei ook iemand, aan de hand van de hoogte van die kolom kwik kun je ook nog zien wat de luchtdruk precies is, want de luchtdruk varieert nogal. We kunnen hoge druk hebben, denk aan zomers, lange warme zomers, wordt iedereen ook een beetje geïrriteerd van de hoge druk. En denk aan stormachtig weer, dat is meestal gaat dat gepaard met heel lage druk. Ja, leuk om dat verhaal helemaal te luisteren. Dit is podcast 316, Eureka heet die. Daarin hoor je dus de geschiedenis van de stoommachine en ook de uitvinder die daar verantwoordelijk voor was, of beter gezegd de uitvinders die daar verantwoordelijk voor waren. Dus die podcast die luister je in je podcast-app. Maar vandaag een hele andere uitvinder, Maarten. En de uitvinder is Michael Faraday. De fameuze Faraday van de kooi van Faraday. Yes, als de bliksem in deze auto slaat en wij blijven er gewoon rustig in zitten, dan overkomt ons niets. En de spanning die dan eventueel op de carrosserie staat, die staat op de buitenkant van de carrosserie. En die zakt heel snel weg. Dus eigenlijk kun je bij een onweer nergens veiliger zitten dan in een auto. Dat is een kooi van Faraday. En dat heeft hij ontdekt, dat spanning aan de buitenkant van het object zit waar de spanning op staat en niet aan de binnenkant. En daar had hij ook een heel leuk experiment voor bedacht. Want hij ging had een soort kooi van Faraday getimmerd, daar ging hij in zitten. Nou ja, zit er flink spanning op en dan komt hij er weer gewoon uitgewandeld. Een fantastische figuur, Faraday. Maar ik begin even met die kooi van Faraday, omdat iedereen daar ook wel zo'n beetje van gehoord heeft, hoe dat zit. En Michael Faraday is geboren in 1791 en is overleden in 1867. Dus voor die tijd betrekkelijk oud geworden. En eigenlijk de grondlegger van van het elektromagnetisme als kracht, als iets wat we gebruiken kunnen. Er zijn ook anderen die daarin een centrale rol hebben gespeeld. Daar zullen we aan het eind nog iets over zeggen. Misschien moeten we die ook nog eens een keer zelfstandig behandelen. Al wordt de techniek van de elektromotor dan wel zo ingewikkeld dat ik ook niet precies meer begrijp hoe het eigenlijk in elkaar zit. Want jij denkt nu, je hebt een elektromotor en dat is een elektromotor, maar je hebt een heel groot aantal heel verschillend geconstrueerde elektromotoren. Dus hou dat in de gaten, voor later eventueel. Faraday was geboren in een zeer religieuze familie. Een armetierige familie. Hij moest op zijn 13e aan het werk. Dus van een formele scholing, afgezien van een soort van schetsmatige lagere schoolopleiding, was eigenlijk geen sprake. En hij ging aan de slag bij een boekbinder. Als eigenlijk voor onze begrippen nog als een kind. En ja, hij bleek een zeer grage lezer te zijn. Hij bleek geïnteresseerd te zijn in alles wat met techniek te maken had. En ging ook colleges volgen bij een zekere Humphrey Davy. En Humphrey Davy was in die tijd de meest fameuze Engelse chemicus. Humphrey Davy is ook de uitvinder van de mijnlamp. Namelijk een lamp die zo geconstrueerd is dat die eventuele brandbare mijngassen, dat hij die niet in de fik steekt. Ik kan misschien heel simpel even uitleggen hoe dat zit. Er is een lampje in met een beetje olie en een ding is wat je aan kunt steken. Lontje. Maar daar een lontje wat je aan kunt steken, maar daaromheen zit dus een laten we zeggen, fijn gazen omhulsel. He, dus met hele kleine gaatjes, en nu begrijp ik dat door die hele kleine gaatjes kan wel zuurstof. Dus het lontje kan wel branden. Maar de gaatjes zijn zo klein dat je daardoor niet dat gas aan kunt steken. Dus die vlam kan niet door die gaatjes heen dat gas in de mijn aansteken. Er zijn ook wel wat varianten op de mijnlamp. Maar die mijnlamp is uitgevonden door Humphrey Davy. Ook een klein beetje door de bekende locomotiefconstructeur Stephenson. Maar oké. Daarbij gaat hij in de leer. Gaat zijn colleges volgen. Hij wil dolgraag assistent worden van die Humphrey Davy. En daadwerkelijk is hij tenslotte de assistent geworden van Humphrey Davy. En heeft met Humphrey Davy allerlei nuttige chemische experimenten gedaan. Chemische ontdekkingen gedaan. Faraday is de ontdekker van benzeen. He? De eerste aromatische koolwaterstof die, laten we zeggen, ontdekt is. Hij reist met Humphrey Davy door Europa, waarbij hij allerlei andere geleerden ontmoet. Volta, de man van de volt, Ampère, de man van de Ampères. Kortom, hij maakt kennis met de hele wetenschappelijke wereld. En Faraday bleek zelf een geniale experimentator te zijn. Hij heeft van alles en nog wat ontdekt. Hij ontwikkelde uitzonderlijke soorten glas, zowel ten behoeve van de optica als glas ten behoeve van bijvoorbeeld vuurtorens. Hè, want daar moet je natuurlijk ook een of ander glas in hebben, waardoor dat licht zo ver mogelijk en zo helder mogelijk verspreid kan worden. Hij liet zien dat diamanten in feite een vorm van koolstof zijn. En zo is er een lange, lange reeks van zaken die Faraday in de loop der tijden heeft ontwikkeld. Er is een bekende anekdote. En die gaat eigenlijk over het bureau van Einstein. Die lees je altijd overal. Van wie stonden er portretten op het bureau van Einstein? Wie hadden naar zijn idee zo'n ingrijpende invloed gehad op de ontwikkeling van de natuurkunde, dat ze een portret op zijn bureau verdiende? Nou ja, dat was natuurlijk onvermijdelijkerwijs Newton. In allerlei opzichten nog uitvinder van de moderne natuurkunde. En dat was Faraday. En dat was Maxwell. Maxwell was een Engelsman die eigenlijk het enige tekort van Faraday was dat zijn mathematische kennis nou bepaald niet geweldig was. Ik wil niet zeggen dat hij op mijn niveau was, maar in ieder geval stelde niet veel voor. En eigenlijk dat hele elektromagnetisme, dat heeft zijn mathematische fundament gekregen door het werk van Maxwell. Dus op het bureau van Einstein stonden Maxwell, Faraday en Newton. Ik zit nog even te denken of ik niet één iemand vergeet, maar deze anekdote lees je altijd. Kennelijk als je op dat bureau hebt gestaan dan, omdat Einstein natuurlijk ook een soort van paradigmatische geleerde geworden is. Ja, en hij had dus wel portretten op zijn bureau staan, want dat zeg je dus hier ook mee. Ja. Overigens gaat nu de bezorger bij jou aanbellen, zie ik. Oh jeetje. Nou, de bezorger, wat maakt hij de indruk dat hij een groot geschenk bij zich heeft? Ja, hij staat nu te wachten totdat de deur open gaat. Ja, mijn vrouw loopt moeilijk, dus dat kan wel even duren natuurlijk. Ja, hij gaat in ieder geval iets afleveren. Het past niet op de brievenbus. Oh, nou, ik ben benieuwd wat het is. Allerlei fijne pakketjes. Maar waar mij nu uiteindelijk om gaat, dat is namelijk een experiment waarmee Faraday de grondslag heeft gelegd in allerlei opzichten voor niet alleen onze kennis van het elektromagnetisme, wat overigens door een Deen wel wat eerder gesuggereerd was te kunnen bestaan, maar dat ook het elektromagnetisme als een bruikbare kracht. He, dat je een elektromotor kunt bouwen. En dat was een experiment en dat deed hij in 1821. Toen was hij precies 30 jaar oud. En dat was een experiment waarbij hij liet zien dat je elektriciteit kunt omzetten in een beweging. Ja, jij denkt dat spreekt voor zich. Want steek de stopcontact, de stekker en de stopcontact. En het ventilatortje gaat draaien en de mixer gaat draaien, alles gaat draaien. Maar dat moet wel eerst uitgevonden worden allemaal. En wat had hij bedacht? Hij had een laten we zeggen, vrijstaande geleider. Die was één, die raakte in een bad van kwik. Daaronder was een badje van kwik en in dat badje van kwik lag een magneet. En als je nou die geleider contact liet maken met dat kwik en je zette er stroom op, dan ging die geleider eigenlijk in een soort van rondje ronddraaien rond die magneet die in dat kwik lag. Dus die genereerde de magneet met de elektrische stroom, genereerde een magnetisch veld waarin die, een elektromagnetisch veld waarin die dat ding ronddraaide. Waarmee gedemonstreerd was, dat kan. Het was eigenlijk al de allereerste, simpelste elektromotor. Dat heet geloof ik een homopolaire motor in ieder geval. Waarmee natuurlijk nog niet, en de moderne elektromotor nog niet, dat heeft nog een heleboel moeite gekost om tenslotte te komen tot moderne elektromotoren. Er zijn allerlei experimenteerders geweest die steeds een stapje naar voren deden. Soms zo'n klein stapje dat ze later weer vergeten zijn, maar tenslotte verschijnt op het toneel Edison en Tesla. En daarbij is Tesla eigenlijk degene die alle onderdelen van de, zeg maar, de moderne elektrische industrie tegelijkertijd en in samenhang in een relatief hoog tempo ontwikkeld heeft. Namelijk de wisselstroommotor, de transformator, de leidingen die je nodig hebt om dat hele systeem te verbinden. En natuurlijk de opwekking in principe ook. Dat kun je met een dynamo of anderszins een draaiend object. Zo goed als je in een elektrische auto, nietwaar, die elektromotor kan de auto aandrijven. Maar als je afremt, dan verandert die in een generator en dan produceert die elektrische energie. Wat op zoveel van leuk is. Dus Tesla is eigenlijk degene die, laten we zeggen, ervoor gezorgd heeft dat er een hele massa apparatuur was die, waarmee je elektriciteit gebruiken kon voor alles waarvoor je elektriciteit gebruiken kon. Want je weet, je kunt elektromotoren bouwen van enorme afmetingen. Je kunt ook een elektromotor bouwen die niet groter is dan laten we zeggen, een euro, bij wijze van spreken. En in modelletjes en ik weet dan niet wat. De kwestie was toen nog wel, in de 19e eeuw, dat Edison zei, ja, je moest gelijkstroom hebben. En Tesla zei, dat is niet praktisch, want vooral ook in hoogspanningsleidingen, als je dus elektriciteit wil transporteren, gaat er bij gelijkstroom veel door de toenmalige techniek gaat er veel verloren, dus wisselstroom is praktischer. En in feite is, min of meer tot nu, is toch wisselstroom de dominante factor in het systeem. Maar nu heb ik wel begrepen dat toch in toenemende mate, ook omdat de technologie ondertussen natuurlijk enorm sterk veranderd en verbeterd is, is het misschien wel zo dat tenslotte toch de gelijkstroom zal gaan winnen. Maar de kern van de zaak is dat in 1821, nietwaar, Faraday, een geweldige experimentator, heeft laten zien dat je met een elektrische stroom een beweging kunt veroorzaken. In een homopolair motortje. Laten mensen het even opzoeken op de Wikipedia, er staan allemaal leuke plaatjes van. Daarna kunt u dan verder zien en ongeveer begrijpen hoe een wisselstroommotor in elkaar zit. Baanbrekend dus. Misschien moeten we nog eens iets toch doen aan Tesla Want het interessante van Faraday, dat moet ik allemaal nog wel even bij. Hij was bij zijn leven al wereldberoemd. Nou, in ieder geval wereldberoemd in Engeland. Want hij gaf altijd kerstcolleges. Met de kerstmis gaf hij colleges over wat hij dan allemaal had onderzocht. En welke experimenten hij had gedaan. Dat was in Londen een super uitje. Daar kwam echt iedereen naar zijn colleges luisteren. Ook koningin Victoria kwam luisteren. En het gerucht gaat dat het echt fantastische colleges was. Dat hij schitterend kon uitleggen hoe het precies zat. Er is hem een adellijke titel aangeboden. Daar was hij niet in geïnteresseerd. Hij was geïnteresseerd in een bescheiden leven. Hij is zijn hele leven zeer, zeer religieus gebleven. Tot hij de dood ging, zal ik maar zeggen. Het was bovendien, kwam hij uit een hele wonderlijke kleine christelijke secte. Maar eigenlijk vrijwel alle erebaantjes die hem zijn aangeboden, daar moest hij echt niet zo verschrikkelijk veel van hebben. Hij deed aan de lopende band opdrachten voor de overheid. Die zei, zoek eens uit dit of zoek eens uit dat. En dat heeft hij ook allemaal gedaan. Maar dus dat homopolaire motortje van 1821, dat zal er waarschijnlijk... Hij is wereldberoemd. Als je ooit iets over uitvinders hebt gelezen... Je hebt iets gelezen over de 19e eeuw. Dan is de kans dat je Faraday mist, die is eigenlijk nul. De kans dat je Maxwell mist, kan ik me begrijpen omdat het dan wiskundig wordt allemaal. Maar eigenlijk mag dat ook niet. Het interessante is natuurlijk, dit zijn allemaal Engelsen. Ja, hoe verklaar je dat? Ziet wat een centraal, nou ja, dat is natuurlijk verklaarbaar. Doordat de industriële revolutie in Engeland begonnen is. Dus er was een... Laten we zeggen, een atmosfeer, een ecosysteem, zoals dat tegenwoordig zo treffend heet. Waarin dit soort van dingen interessant en belangrijk werden geacht. Dus aan de eerste bruikbare locomotieven denkt die ooit ontworpen zijn. De stoommachine. Ja, kom ik weer met mijn stoommachine. Is natuurlijk een Engelse uitvinding. Ook de eerste locomotieven zijn Engelse uitvindingen. En een groot deel van natuurlijk de mechanisering van productieprocessen. Daar zijn de Engelsen mee begonnen. Ja. Dat ze tenslotte, zeg maar na 1870 globaal gepasseerd zijn door de Amerikanen en de Duitsers is vers 2. En dat ze eigenlijk te laat de bakens verzet hebben, dat is vers 3. Maar het zijn wel de Engelsen toch die natuurlijk tussen het eind van de 17e eeuw en het begin van de 20e eeuw op dit punt... de grote voortrekkers waren. Maar wat gebeurde dan precies op die plekken waar zij aan het uitvinden waren? Dan had je dus grote bedrijven die op grote schaal dingetjes aan het uitproberen waren? Nou, vaak onderzoekers. Het interessante is van veel van die onderzoekers, of dat nu Newcomen is, de ontwerper van de eerste stoommachine, of James Watt, de grote verbeteraar van de stoommachine, die de stoommachine eigenlijk bruikbaar heeft gemaakt, of... Later, mensen die aan de stoommachine of aan de spoorwegen hebben gewerkt. Het zijn bijna altijd lui van betrekkelijk eenvoudige komaf. Die laten we zeggen, al die kennis hebben opgedaan. En ook hun lust tot experimenteren. Want dat is natuurlijk de kern van de wetenschap. Is dat je experimenteert. Je denkt, zou het niet zo kunnen zijn? En dan ga je een experimentje doen. Hè? Ja, stel voor dat de kooi van Faraday niet had gewerkt, dan had Faraday zichzelf geëxecuteerd, maar hij wist natuurlijk dat het wel werkte. Misschien is hij begonnen met een konijn erin te stoppen, dat weet ik, dat vermeldt het verhaal eigenlijk niet. Maar ook James Watt was iemand die ook wel uit een familie kwam die technische belangstelling had, maar de universiteit bestond nog niet als een onderzoeksinstelling. Dat is iets van de late 19e eeuw. In allerlei opzichten iets waar de Duitsers mee begonnen zijn. En als je ziet dat je kijkt naar Tesla, of neem bijvoorbeeld de diesel, de ontwerper van de dieselmotor. Dat waren lui die gewoon natuurkunde hadden gestudeerd aan de universiteit. En die daardoor ook bepaalde dingen wisten die vroege experimenteerders eigenlijk niet wisten. Maar je moet het ook niet versimpelen in de zin dat al die uitvinders in de 18e en de vroege 19e eeuw dat lui waren die in een soort van hutje achter het huisje zaten te knutselen en toevallig allerlei dingen ontdekten. Nee, het was meestal, waren het voortreffelijke experimenteerders met een omvangrijke outillage. En Faraday was beroemd. was eigenlijk al heel snel, was hij heel beroemd geworden. Ja. Terecht, volkomen terecht. Ja. En wat ik ook vaak hoor nu vandaag de dag is dat je dus niet alleen die aanwezigheid moet hebben van wetenschappers en bedrijven waar je kunt experimenteren. Maar vooral ook gun het tijd. Gun mensen de tijd om dingen uit te proberen, te experimenteren en leg er geen druk vooral op. Een van de grootste problemen is, je weet, we hadden in Nederland natuurlijk een voorbeeld van een hoe moet je dat zeggen, experimenteerfabriek, Philips, het natuurkundig laboratorium. Wat wereldwijd beroemd was om de uitvindingen die daar gedaan zijn en het werk wat daar gedaan is. Ik weet, je hoort er nooit meer iets van, dus ik weet niet hoe het op dit moment met dat landlab. Waar lag dat? In Eindhoven. Ja, oké. Bij Philips dus. Ja, als je echt een goede natuurkundige was, dan ging je bij het natlab werken van Philips. En ook veel, denk aan de Bell Laboratories, waar de transistor ontdekt is in de jaren 40. Waar lag dat? Ik denk dat Bell ergens in New Jersey of zo gevestigd was. En dat is misschien wel het meest fameuze laboratorium. Daar is eigenlijk van alles en nog wat uitgevonden. Onder andere de transistor. En er valt iets voor te zeggen dat de transistor de belangrijkste uitvinding van de vorige eeuw was. In allerlei opzichten. Ja. En nu las ik ook dat Bell Lab is een beetje in verval geraakt, breekbaar. En nu las ik laatst een boeiend stuk waarin zegt, eigenlijk was dat een fantastische traditie, dat die grote technische bedrijven zelf op grote schaal onderzoek deden, net wat je zegt, waarbij het niet erom ging of er volgende week al rendement uitgedraaid zou kunnen worden. Want ja, het heeft wel even geduurd voordat we met die transistor iets konden. Net zo goed als we kijken naar het homopolaire motortje van Faraday, dat het een kleine eeuw heeft geduurd voordat we, en laten we zeggen, op grote schaal bruikbare elektromotoren hadden gebouwd. Ja, dit hoorde ik dus ook. De teneur van het artikel was dat bedrijven veel te veel gericht zijn op winst op de korte termijn. Dat er veel te weinig gedacht wordt op de middellange en de lange termijn. Ja, dit hoorde ik dus ook op de precisiebeurs. Dat is dus de beurs voor de precisieindustrie. Daar was ASML, maar ook alle onderaannemers. En daar zeiden ze dus ook, geef die MKB'er of wie het ook onderzoekt, geef hem vooral de tijd. He, laat hem experimenteren. En denk niet dat met alles onmiddellijk aan het eind van de volgende week al dik geld verdiend kan worden. Ja. Er is ook een oproep aan de overheid die het vaak dan ondersteunt met subsidies. We hebben het groeifonds. Nou, er zijn allemaal investeringen en subsidies voor ook het MKB en samenwerkingsverbanden. Maar ook daar, heb geduld. Ja, ja, je ziet wat de Maarten van Rossem in zijn eentje bereikt heeft. Maar die had ook een vrij omvangrijk laboratorium. Maar ja, denk aan het Philips Natlab, wereldberoemd. Ja. Denk aan Bell Laboratories en er waren andere van dergelijke researchinstellingen. Nou ja, dus dan als je het vertaalt naar deze tijd, want het wordt natuurlijk nog steeds uitgevonden. Hè? De energietransitie zal ook uitvindingen nodig hebben. Om kijk, ook, die nieuwe constructie van die vaccins, hè, met dat mRNA, hè, dat is ook een soort uitvinding. Ja. Daar was dus wel druk. Je had het over dat echtpaar wat dat uitgevonden had. Ja. Dat er ook trouwens commercieel geëxporteerd heeft, als ik het wel heb. Maar ja, er worden er steeds. Maar het leuke is dat er volgen natuurlijk uitvindingen ook door het bedrijfsleven werden gedaan. En dat je nu het gevoel hebt dat dat toch misschien te veel wordt overgelaten aan universiteiten. Waarom niet op diverse niveaus? Nou, ze werken wel samen. Triple helix noemen ze dat dan. Dat stimuleert de creativiteit natuurlijk. Jij bedoelt de wetenschappers, maar ook bedrijven. En ik denk ook dat al die softwarebedrijven, om het maar even zo te noemen, de Amazons, de Microsofts enzovoort, en dat afschuwelijke Facebook. Meta heet dat nu? Ja, maar flauwekul. Dat gaat ook allemaal mislukken. Ik weet niet hoeveel mensen die al niet ontslagen heeft, toch? 20.000 of zo. Maar goed, dat enorm overschat wordt. Dat in feite, oké, die software is belangrijk. Maar de hardware die wordt dan vaak onderschat die daarbij te pas komt. Ja, maar we hebben nu bijvoorbeeld wel uitvindingen nodig rondom batterijen. En de opslag daarvan. Ja, daar wordt natuurlijk keihard aan gewerkt. Laten we wel wezen, de batterij is ook wel enorm verbeterd natuurlijk. Als we het vergelijken met die batterijen die we vroeger hadden. Waar je tong zo tegenaan moest houden. En dan voelde je een beetje prikkeling op je tong. Hè? Die heb ik nooit gekend, die batterijen, nee. Van die platte dingen. Het was net een grote ijskool met aan de bovenkant 2 van die elektroden. En waarom deed je tong erop? Ik kreeg zo'n lekker prikkelend gevoel. Een soort verslaving was dat. Maar Leidenjar gaat nu bijvoorbeeld, die zitten volgens mij in Leiden. En die gaan nu in Eindhoven regio gaan die een fabriek bouwen ook. Samen met partijen daar in de regio. om batterijen te bouwen. Ja, nee, dat is de toekomst. En Tesla bouwt nieuwe fabrieken voor batterijen. En ik weet die van allerlei en van alles en nog wat wil natuurlijk batterijen bouwen. En ik neem aan, daar worden natuurlijk, stel voor dat iemand uitvindt een batterij die waardoor je elektriciteit echt fantastisch op kunt slaan. Ja, dat is een fantastische uitvinding natuurlijk. Mm. Omdat we steeds tegen het probleem oplopen, dat begint al in de 19e eeuw, dat een heel veel boel van die experimenteerders met die motortjes in de eerste helft van de 19e eeuw, die liepen tegen het probleem aan dat batterijen onbetaalbaar duur waren. Dus niemand was geïnteresseerd in een motortje wat door een batterij werd aangedreven. Dat is een probleem, dat is dus nog steeds een probleem. Ja. Denk je dat de uitdaging die we hebben in de klimaatcrisis, dat daar ook uitvindingen... aan de lopende band. En ik denk ook dat dat onvoldoende in kaart wordt gebracht. Omdat we wel 13 miljoen uitgeven aan een Kul-film over dat Kul-echtpaar. Megan en Harry. Waar we het over gehad hebben. Besteed je geld in godsnaam aan betere dingen dan dit soort... Maar dat doet de overheid niet, hè? Dat is dit soort van onzin, godzijdank niet. Dat doet een commerciële partij. Ja. Ja. Maar denk je dus wel dat wij uitvinders nodig hebben om de klimaatuitdagingen aan te kunnen? Zonder meer. Nou ja, uitvinders, gewoon mensen die zich met technologie bezighouden en de ontwikkeling van de technologie. En die overigens natuurlijk in de afgelopen 30, 40 jaar heeft de technologie ons het ene wonder na het andere opgeleverd. Kijk, die smartphone is vervelend als het hele publiek zit te tiktokken, terwijl er briljante sprekers bezig zijn. Maar de smartphone is natuurlijk een fantastisch product, wat 25 jaar geleden nog min of meer ondenkbaar was. Dat klopt. Ja. Ik hoorde deze week ook een podcast, een ESG-podcast. En daarin zei iemand van, ja, nu wordt er nog bijvoorbeeld in Egypte op die klimaattrop wordt er nog gepraat. Over een tijdje gaan mensen echt ruzie krijgen, omdat ze daar bijvoorbeeld in Egypte al ervaren wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn. Want daar, het water staat er al zo hoog dat mensen hun huis uit moeten. Dus hij zegt, als we niet snel iets hebben, dan ontstaat er ruzie, misschien wel oorlog. Nou, dat zou kunnen. Dat lijkt me heel onverstandig, want met oorlog wordt in het algemeen bar weinig opgelost, zoals we weten. Sterker nog, mensen die oorlogen beginnen, die halen meestal een ongelofelijke zeepert. He? Denk aan Amerikanen in Irak, denk aan Amerikanen in Afghanistan, denk aan Amerikanen in Vietnam. En ja, kwart even om de spanning wat op te voeren. En denk aan die oetlul in Moskou, nietwaar? Die dacht dat hij daar gemakkelijk en dat het een eitje was. En kijk eens wat het geworden is, nietwaar? Een drama waar die tenslotte aan ten onder zal gaan. En wat versta je onder ten onder gaan? Nou ja, dat zijn, zelfs als die doodgaat in functie, dan hangt natuurlijk die mislukte oorlog in de Oekraïne hangt als een zwarte wolk boven zijn erfenis. En nou, heeft al afgezien van het feit dat hij Rusland in een politiestaat veranderd heeft. Nee, Poetin is voor de geschiedschrijving is die voor eeuwig een boef. Hmm. Zijn lot is blijvend verloren, maar zo te zeggen. Deze week nog en dan is nog de vraag of hij het überhaupt in functie gaat overleven. Dat weten we niet. Nee. Hij was nu deze week tevoorschijn gekomen, had allerlei lollige indruk gemaakt en zo. Hij zat in die auto op die brug, hè, waarvan mensen zich ook afvragen. Ja, zelf sturen, want daar is niemand die zo goed kan sturen als Poetin. Dat weet je zeker wel. Hè. Er was ook nog de vraag, is hij echt er naartoe gereden of is dit gefaked? Is dit gewoon een filmpje wat in elkaar gedraaid is? Nou, dat is ongetwijfeld allemaal flauwekul, maar goed. Nee, dus je moet geen oorlogen beginnen, want dat levert je niks op. Nee. En er stond ook nog de proost en toen zeiden van ja, wij vallen inderdaad de energiesystemen van Oekraïne, maar zij zijn begonnen. Zij draait het iedere keer weer in zijn voordeel, dus dat is natuurlijk iedere keer moeilijk om daar iets mee te doen. Altijd is de Oekraïne begonnen, niet waar, door fascisten geleide staat enzovoort. Ja. Ja. Maar Marten Cruijff hoorde ik ook zeggen, hij moet gaan praten. Hij gaat het nooit winnen, ook niet op de lange termijn, dus hij zal uiteindelijk moeten gaan praten. Maar praten is sowieso heel problematisch, omdat natuurlijk ook Zelensky, die Oekraïners zijn in principe, zeker op het slagveld, aan de winnende hand. Dus altijd als je praat en wat er ook voor conclusie tenslotte uit zal rollen is, in allerlei opzichten voor alle partijen teleurstellend. Omdat bijna alle oorlogen bijna altijd eindigen voor alle deelnemende partijen op een teleurstellende manier. Misschien kunnen we nog even naar wat vragen kijken. We hebben nu 2 onderzoekers besproken. Dat zijn ze natuurlijk nog niet allemaal. Ja, we zullen nog wat nieuwe, we hebben nog wat onderzoekers erbij weer halen. Edison? Nou, Edison verdient wel dat hij behandeld wordt, ja. Weliswaar vond Tesla het een onaangename zak tabak. Hij heeft heel snel ruzie gekregen met Edison. Misschien kunnen die samen doen dan. Edison hem van alles beloofd wat hij niet gedaan heeft, dus... Misschien kunnen we die samen doen dan. Tesla en Edison. Ja, dat zou eventueel kunnen. Ik moet je wel zeggen dat ik bij die technische ontwikkeling van die elektromotor al heel snel het spoor bijsta raakte als voormalig gymnasiast. Ja. Dan moet je toch wel iets meer weten van wiskunde en techniek. Maar we kunnen natuurlijk wel het verhaal vertellen. Zonder dat we per se in de details van de constructie van een elektromotor. Dus niet dat er zoveel totaal verschillende soorten elektromotor zijn. Even kijken. Hier zegt iemand gelijkstroommotoren. Die hebben bij lage toeren een hoog koppel. En daarom zeer geschikt voor aandrijving of tractie van rijdend materieel. Je kunt ook meer gelijkstroom door een draad sturen bij gelijke weerstand. Zegt Jan van Tientehoven uit Leiden. Ja, dat is zo, maar dat was niet zo. Door technische veranderingen. Nou ja, daar heb ik het even over gehad. Begreep ik, is het zo dat uiteindelijk gelijkstroom toch efficiënter is dan wisselstroom. Dat was niet zo toen Tesla natuurlijk die hele, al die spullen voor die energieopwekking en het elektriciteitsgebruik uitdacht en bouwde. Waarvan hij alle patenten aan de opdrachtgever cadeau deed. Hij is eenzaam en verarmd gestorven, als ik het wel heb. Dus nu ziet het ernaar uit dat gelijkstroom toch een betere oplossing is voor allerlei zaken. En Jan zegt, Faraday heeft nog veel meer uitgevonden als je het namelijk over hem gaat hebben. Wij bouwen kooien van Faraday, die houden storingen tegen, maar voorkomen ook dat je elektronisch afgeluisterd kan worden. Ja. In principe, een geleider rondom voorkomt dat elektromagnetische golven kunnen binnendringen. Dus hij heeft veel meer eigenlijk bedacht. Nou ja, dat is de kooi van Faraday. Ja, maar het is dus ook voor andere dingen dus bruikbaar. Ja, kennelijk kun je ook niet afgeluisterd worden. Ja. Je hebt toch op alle Amerikaanse ambassades, die hebben toch zo'n cel waar ze in kunnen gaan zitten, waar je onmogelijk afgeluisterd kan worden. Ja, nou ja, we hadden het over Von der Leyen die dat internet verstoort. Dat zal misschien ook wel iets mee te maken hebben. Dat weet ik nou niet. Kijk, je weet het. Hoe was dat je... Komische verhalen hierover. Ik geloof dat toen de nieuwe ambassade van de Amerikanen in Moskou gebouwd was. Zijn ze er een beetje gaan kijken of er niet... het hele gebouw bleek werk van de kelder tot de nok vol te zitten met de afluisterapparatuur die ze hebben moeten verwijderen. Even kijken. Beste Maarten, ik zit op dit moment te kijken naar een interview met Theo van Gogh, waar jij te gast bent. Theo confronteert jou in dat interview met het feit dat je geëmotioneerd raakte door een blinde geleidehond die in slaap valt nadat hij zijn partner het gebouw heeft uitgeloosd. Ja. Na de terreuracties op de wereldhandelsgebouwen in New York. Dat was zo'n fijne hond. Klein stukje uit dat bewuste interview. Ik heb die vergelijking al eerder gemaakt en het is natuurlijk gezien de gebeurtenissen misschien niet in geheel terechte vergelijking, maar toch moet ik er vaak aan denken, de dood van Lady Di. He, waar ook een soort gemeenschappelijke, haast wereldwijde emotionele bel werd gecreëerd, een soort van emotionele zeepbel in dit geval dan. Waarbij we ook toch getrakteerd zijn op de meest weerzinwekkende nonsens, overigens ook toen in de kwaliteitspers. Overal. Dat ebt weer weg. Maar het is wel opmerkelijk en het heeft naar mijn idee te maken met dat mechaniek van die massamedia die dat dan zo massaal en intensief verslaan. En wie bepaalt dan wat de algemene mening in de massamedia zal zijn? Volgens mij niemand. Dat is iets wat als het ware langzaam langs de weg van de emoties tot stand komt. Dat zijn meestal dingen die heel onverwacht zijn of een volstrekt verbijsterend karakter hebben. Zoals die vliegtuigen die in die torens zijn gevlogen tegen het Pentagon. En het is niet zo dat één iemand zegt we moeten er dit van denken of we moeten er dat van denken. Het is iets wat als het ware automatisch ontstaat. Het is een gemeenschappelijke emotie. Dan vertel jij in het openbaar dat je het meest geëmotioneerd was toen je een interview zag, geloof ik, met een blinde man die uit een van de torens tevoorschijn was gekomen en diens geleidehond uitgeput liggen. Toen schoot jij vol. Waarom vertel je zoiets? Want je weet heel goed dat dat een steenles aanstoot zal zijn. Nou, Ik vond eigenlijk het meest ontroerende moment dat die hond die eerst nog vrij kwiek in de camera had gekeken, die ging tenslotte slapen. Ja. En dat de hoofdrolspeler in, althans dit kleine drama, ging slapen voor de camera, dat vond ik eigenlijk niet alleen amusant, maar ook wel ontroerend. Maar mijn vraag was, waarom zeg je zoiets als je weet dat mensen daar aanstoot aan zullen nemen? Je zei er nog bij, 5000 doden, of dit getal niet meer, dat is een abstract getal, daar heb je geen beeld bij. Omdat ik die emoties niet vertrouw. Ik denk dat dat een belangrijke rol speelt. Waarom vertrouw jij emoties niet? Waarom zouden mensen niet oprecht geschokt kunnen zijn? Dat zou best kunnen. Maar waarom niet? Mijn indruk is, althans dat was mijn eigen ervaring, en je kunt helemaal heel moeilijk in de ervaringen van anderen treden, is dat als je die torens ziet waar die vliegtuigen in vliegen, dat je verbijsterd bent, maar niet emotioneel verpletterd. Dat is het niet. Hoogstens komt dat later en dan krijg je al die individuele beelden in die lijn met dat stof en uitzendingen waarin mensen hun persoonlijke ervaringen vertellen die soms een buitengewoon curieus karakter hebben. Een gedeelte van die mensen in die tweede toren is gewoon, die waren al bezig om de toren te verlaten. Die zijn is door het beheerspersoneel weer omhoog gestuurd. Ja. Niks aan de hand en we've got everything under control. Ja, en daar kwam de tweede. Daar kwam dus net zo. Waren we bezig om naar boven te gaan, daar kwam de tweede klap. Dat zijn wonderbaarlijke, ironische ontwikkelingen natuurlijk. Ik vertrouw die grote emoties niet zo. Is dat omdat je je eigen grote emoties niet vertrouwt? Ja, dat zou kunnen. Want ik zie je altijd als een romanticus, iemand die lijdt aan het leven. Klopt dat? Nou, ik geloof dat je dat een beetje overdrijft. Nou, dat was het fragment. Dan terug naar de vraag. Ik ken de eigenaar en de hond uit een andere fantastische podcast. This is Love, zegt deze persoon. Hierin wordt de eigenaar van de inmiddels overleden blinde geleidehond geïnterviewd. Ik dacht dat je dit verhaal misschien wel interessant zou vinden. Nou, ik zal het dus nalezen. Nou ja, het was een fantastische scène. Omdat natuurlijk, kijk, iedereen onder de inslagverdieping is er levend uitgekomen. Maar dat was natuurlijk een hele klus. Het ging om duizenden en duizenden mensen die langs trappen waar geen licht meer brandde en waar rook in stond, naar beneden moesten. En een van die duizenden mensen was een bepaald zeer corpulente man en zijn blinde geleidehond. Nou, en die hond heeft ervoor gezorgd dat hij levend beneden is aangekomen. Met als gevolg dat die hond natuurlijk een held was geworden, want hij had zijn baas gered uit het inferno van 9/11. Dus die baas was met hond, was die bij Larry King op bezoek. En eerst zat die hond op de tafel, waar de twee heren aan gezeten waren. En die dikke man vertelde hoe geweldig het allemaal niet was. En op een goed moment dacht die hond, nou dit gelul, dat heb ik wel gehoord. En die ging liggen pitten. En dat ontroerde mij zo, dat de held van het verhaal, dat die ging liggen pitten. Echt relaxed erbij lag. Dat was een geweldige scène, vond ik het. Oké, tot zover. Volgende keer gaan we verder. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt op deze podcast, want dan krijg je automatisch een update bij het verschijnen van een nieuwe aflevering. En denk aan die oetlul in Moskou, nietwaar? Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar, namelijk de live podcast van afgelopen dinsdag. Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar: Don't go wobbly on me, George. De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? Elk bedrijf heeft vandaag de dag nog steeds te maken met Matthijs van Nieuwkerk-praktijken. En daarover sprak ik met Barry van Ruiven. Hij was ooit de baas van Mediamarkt en hij vertelt over zijn tijd in de podcast Sea Level. Ben je benieuwd? Luister dan via het linkje in de beschrijving.